Thijs Stummers is de voorzitter van Orion, een van de grotere amateurvoetbalclubs van Nijmegen. Tijdens de grote controverse rondom de vermalen autobanden die bij vele sportclubs in Nederland in het kunstgras verwerkt zitten, zorgt de gemeente Nijmegen dat haar sportclubs voorzien worden van het zogeheten TPE. TPE is een milieuvriendelijk alternatief voor het kunstgras met rubber van autobanden. In een reactie laat de gemeente weten dat sportvelden in Nijmegen allemaal voorzien zijn van het veilige kunstgras. NEC traint wel op een kunstgras met infills gemaakt van autobanden. Ook bij het Universitair Sportcentrum ligt nog wel de onveilige variant. Directeur Rob Kuppen verklaart desgevraagd dat hij eerst het onderzoek afwacht. Nou, wij gaan er op dit moment niks aan doen, want wij hebben die velden aangelegd met alle mogelijke certificaten dat er geen kwalijke stoffen in zitten en dergelijke. En ik heb begrepen dat door de uitzending van Zembla daar vraagtekens bij zijn gezet of dat wel goed onderzocht is. Maar dat is niet hetzelfde als dat het niet goed zou zijn. En dat er nou een mogelijk vervolgonderzoek komt. En daar wachten wij heel rustig te. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.